Welkom bij video nummer 3, waarin we ademhalingslevel 3 gaan behandelen. Je bent inmiddels een bijna professioneel ademhaler en je doet het zonder dat je erbij nadenkt. Dat deed je al, maar je ademt nu goed zonder dat je erbij nadenkt. Tenminste bijna, want we hebben het ademhalingslevel 3 nog niet afgerond natuurlijk. We gaan nu niet alleen focussen op de inademing, want die heb je inmiddels onder de knie. We gaan nu focussen op het stukje uitademen. Wat we bij de uitademing gaan doen is, we trekken alles samen. Alles wordt naar elkaar toegetrokken om die ademhaling naar buiten te duwen. Dat doe je met je binnenste buikspieren en dat doe je met je bekkenbodem. Voor de mannen geldt in principe dat je je focust vooral op het anusgedeelte. De vrouwen focussen zowel op het vaginale als het anusgedeelte, waar je dat naar elkaar toe trekt en omhoog. We gaan ten eerste de heupen, de spieren onder de heupen, naar elkaar toe en omhoog trekken bij het uitademen. Dus het inademen doe je zoals je geleerd hebt, 360 graden naar buiten. Uitademen trek je naar elkaar toe en omhoog. Dit doe je door te mimieken alsof je een ballon aan het uitblazen bent. En vooral dat laatste stukje ballon, dat spant echt die binnenste buikspieren aan. Komt-ie. Als je deze oefening nog een stukje moeilijker wil maken en nog wat effectiever, dan trek je die bekkenbodem, waar ik het net over had, in en omhoog wanneer je uitademt. Je doet daarbij alsof je een knikker of een blauwe bes of iets anders opzuigt met je bekkenbodem. Je trekt hem in. Op het moment dat je inademt, laat je die knikker weer los. Dus we gaan inademen. En uit. Doe dit ook weer voor 20 ademhalingen lang. Ook weer 3 keer per dag. In ieder geval voor een aantal weken bewust. En op een gegeven moment zul je merken dat het steeds makkelijker wordt om deze manier adem te halen. Als je level 3 hebt doorstaan, dan ben je een ademhalingsprofessional. Als het goed is, zul je op de lange termijn merken dat je steeds minder klachten krijgt in je nek. Dat je minder last hebt van nekpijn, hoofdpijn misschien wel. Dat je je stress vermindert, metabolisme omhoog gaat en een betere slaap heb. Dus ik hoop dat jullie hier lekker mee aan de slag gaan. Zoals ik al zei, als je meer informatie wil, lees de blog die hierbij hoort. En dan moet het helemaal goed komen. Heel veel succes en tot de volgende keer.